Hallo allemaal, ik ga een leuke zomerse eyenails maken. Ik heb lekkere felle kleuren gemaakt, we gaan de hele tip besprayen. Ben je benieuwd hoe ik dit gemaakt heb? Kijk maar mee. Ik heb een Colourpop gelakt met twee laagjes watermelon en deze gebufft met een whiteblok. Hierop ga ik eerst in het midden met nummer 16 geel sprayen. Kijk maar mee. Een beetje op de handschoen en ik ga in het midden een mooi ombre maken met de geel. Om de geel nog wat feller te maken ga ik er ook nog overheen met de neon geel. En over het gesprayde geel gaan we gewoon met de neon geel nog een keertje eroverheen. Je ziet dat de geel nu veel feller wordt. Ik heb het maskings van de Optical Illusion opgeplakt. Deze gaan we nu wit sprayen. Met de wit ga ik de lijnen van de masking volgen. Niet te dik. Zo gaan we ze allemaal langs. De maskings gaan eraf en we gaan ze gelijk weer opnieuw plakken. Je kan dezelfde of andere rondjes gebruiken van het vel en die ga je er gewoon weer overheen plakken. Ik heb de maskings er overnieuw overheen opgeplakt en we gaan weer met wit sprayen. En ik ga weer alle lijntjes volgen van de cirkels. Niet te dik. Dun laagje is al genoeg. We gaan de maskings er weer afhalen en we krijgen zo een heel vrolijk zomers design met lekkere felle kleurtjes. Ik ga hem aflakken met matte topcoat. Let er goed op dat je heel de tip goed aflakt met je topcoat, ook de zijkanten. En dan is dit het eindresultaat. Ik heb er ook een setje van gemaakt. Je ziet dat je met dit design ook heel leuk een French kan maken. Er een paar effen naast kan doen. Zo kan je er een hele leuke set van maken. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Tot de volgende keer.